Het tweede Chinese filmfestival ging gisteravond van start in TBL Cinemas met de openingsfilm Born in China. Het publiek kan vanaf morgen 5 weken lang een gevarieerde selectie van 15 top Chinese films zien. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om het festival te bezoeken, is de toegang gratis en worden de films alleen in het weekend vertoond. De Chinese ambassade organiseert het festival in samenwerking met de Suriname-Chinese Vriendschapsassociatie. De filmweekenden zijn onderdeel van de feestelijke activiteiten rond 40 jaar diplomatieke banden Suriname-China die in 2016 van start gingen. Het Chinese filmfestival van vorig jaar is een groot succes geworden en de organisatoren werden overspoeld met goede reacties en de vraag voor herhaling en meer films. Volgens de organisatoren is de Chinese filmwereld deel van de kunst en cultuur van het land. Het speelt ook een integrale rol bij het overbruggen van de kloof tussen kennis en cultuur en het bevorderen van wederzijds begrip.